En hallo iedereen. Leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van mij. Mijn naam is Wesley en zoals altijd heet ik jullie voor hartelijk welkom. Ten eerste, voordat ik ga beginnen met de video, ik wil jullie allemaal nog een heel fijn Pasen wensen. Dus beter laat dan nooit. Vandaar ook dat konijntje daar op de achtergrond. In deze webserie genaamd Radio Song ga ik altijd praten over liedjes die op dit moment heel populair zijn, vaak op de radio te horen zijn of vaak te zien zijn op tv-zender Excite. En zoals jullie al in de titel hebben kunnen lezen, ga ik een review doen op het nummer Training Season van Dua Lipa. Dit liedje dus. Ja, precies. Dat is het liedje wat we gaan reviewen. Maar weet je wat? Genoeg gekletst. Laten we nu meteen beginnen met deze review. Training Season is de meest recente popnummer van de Engelse zangeres Dua Lipa, wat de tweede single is voor opkomende derde album die in mei van dit jaar verwacht zal worden. In dit liedje vertelt de zangeres dat zij gefrustreerd is vanwege het feit dat zij de ware niet kan vinden en verlangt zij naar een partner die weet wat hij moet doen en ook nog eens ervaring heeft. Dus ja, dat is waar het liedje in de notendop over gaat. Dus ja. Het liedje klinkt heel funky, maar op gehoor vindt het niet heel spannend of origineel te zijn. Het is het soort liedje dat makkelijk is om naar te luisteren, om vervolgens erna de prullenbak in te dumpen. Ook wist dit nummer niet in mijn hoofd te hangen, ook al klinkt dit liedje in zijn geheel niet verkeerd. Als je naar de songtekst kijkt, dan komt Dua Lipa over als een vrouw die hoge eisen stelt als het om de liefde gaat. Maar als je de context achter de songwriting opzoekt, dan heb je enigszins wel begrip waarom zij graag een man wil die ervaring heeft en weet wat hij moet doen als het om relaties gaat. En enigszins, dat zeg ik ook met hele kleine aanhalingstekens, zeg maar. Hoewel ik kan begrijpen dat de zangeres gefrustreerd is dat zij niet de juiste man kan vinden, ik vind het ook alsnog moeilijk te begrijpen waarom zij erover loopt te klagen als zij al met aannemelijk 6 beroemde mannen een relatie heeft gehad. Dit doet me een beetje denken aan iemand zoals Taylor Swift bijvoorbeeld. Want ze heeft al zoveel ex-partners gehad. Over Dua Lipa, dit betekent eerder dat zij ofwel 1. Een heel lastig iemand is als het om relaties gaat. Ze is bijvoorbeeld tegendraad, ze zeurt heel veel, is lui. Of 2. Zij weet niet wat zij wil met de relatie die zij heeft of heeft gehad. 3. Ze is meer met haar werk bezig dan met haar relatie. En als laatste 4. Ze wil gewoon geen serieuze relatie. Oftewel, ze wil eerder een seksrelatie. Niet dat er iets mis mee is, maar je moet er wel heel duidelijk in zijn tegen je partner en zo. Dus ja. En dan moet je er niet over gaan klagen van, oh nee, ik kan geen leuke man vinden of zo. Tenzij je specifiek naar seksrelaties op zoek bent. Zelfs al heb je een klein beetje medelijden met het feit dat Dua moeite heeft met het vinden van een partner, je komt al gauw tot het besef dat het probleem bij haarzelf ligt en niet bij de mannen met wie zij een relatie heeft gehad. Laat staan mannen in het algemeen. Het helpt ook niet dat dit liedje door 10 verschillende schrijvers geschreven is, met Dua Lipa daarbij inbegrepen. Dua Lipa geeft een zangoptreden af dat netjes is, maar het wist op de een of andere manier geen indruk op mij te maken. Het is niet vals, maar alsnog wist zij niks spannends te leveren in haar optreden, ondanks het feit dat zij netjes zingt. Het liedje is geproduceerd door Kevin Parker, de frontman van de Australische muziekgroep Tame Impala. De productie is, net als het optreden van Dua Lipa, netjes en het feit dat dit liedje door de eerder genoemde producent gemaakt is, laat mij een beetje in teleurstelling achter, aangezien hij mooie nummers in elkaar kan zetten, zeker voor zijn groep Tame Impala. De beat is oké en de plukkende gitaar die op de achtergrond te horen is ook oké, maar dat is alles wat ik erover te zeggen heb over de productie. Als ik erover nadenk, dan is Training Season van Dua Lipa, zoals ik het zo noem, een wegwerpnummer. Het is het soort liedje dat gemaakt is zodat het vaak op de radio of op tv-zender Excite te horen is. En na een aantal weken of maanden zal niemand er nog naar omkijken. Zelfs ik niet. En het zal waarschijnlijk in de prullenbak gedumpt worden, om zo te zeggen. Dat maakt het nieuwe nummer van de Engelse zangeres ook best saai. Ondanks het feit dat het gezang en de productie van dit liedje netjes is. Voor de rest kan ik zeggen dat ik onverschillig ben over dit nummer. Om het even kort te houden over Training Season. Ik hekel het niet, maar ik zal er ook niet van houden. Eerlijk gezegd. Training Season van Dua Lipa krijgt erom van mij een 4,6. Nou, dat was dus mijn review van het nummer Training Season van Dua Lipa. Maar wat vind je niet trouwens van het liedje? Vind je het een goed liedje of geen goed liedje? En waarom? Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. En misschien kan ik er dan nog iets opsteken. Nogmaals, mijn naam is Wesley. Jullie hoeven het niet altijd met me eens te zijn. Maar ik kan het als leuk vinden wat jij wel leuk vindt. Tot ziens en tot de volgende keer.